Ik heb hem in het verleden al vaker getipt. Ik denk een van de mooiste bedrijven genoteerd in Nederland. Haltrust. Hele mooie spreiding. Ze hebben Vopak, Boskalis, SBOM, Offshore. Grand Vision zit erin. Coolblue als private equity bedrijf. Ze hebben vastgoed in de portefeuille en toch is het dagelijks verhandelbaar. Ongeveer 20% van het bedrijf, de waarde, hebben ze in cash liggen. Dus als de koersen dalen, hebben ze ook de mogelijkheid om nog iets moois te kopen. En in de tussentijd, jij zei het net Jim, dividend is het allerbelangrijkste op lange termijn beleggingen. Dat is bij HAL zo'n 4% van de gemiddelde koers van de maand december. Dus ook daar steeds een heel mooi dividend. Ja, één van de fundamenten van onze portefeuilles.